Vanuit Zevenum heet ik u van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV. Dadelijk de vlog, aan het einde van het programma de Sumo Challenge vanaf de basisschool hier in Zevenum. Maar we beginnen natuurlijk met het kerngezonde nieuws van deze week. De leerlingen van basisschool Busdaal en de triolier uit Reuver kregen onlangs van tophandballer Nick van de Beuken een heuse bootcamp in het bos. Daarna volgden allerlei spellen, zoals een zoekspel in de bossen, een suikerquiz en een spel waarbij de kinderen van alles leerden over het milieu en duurzaamheid. In het kader van het project Jong Leren Eten mochten de kinderen van basisschool De Leerlingst uit Halen in kasteel Aldegoor een gezonde wrap maken. Samen met kok Peter sneden ze de groenten en belegden ze hun wrap. Ook speelden ze de voedingsquiz en tot slot nog een spelletje Ren je rot, waarbij vragen over sport en gezonde voeding moesten worden beantwoord. Welkom bij een nieuwe vlog van mij. In het kader van Jong Leren Eten wilde ik een gerechtje met aardbeien maken, maar ik kon geen aardbeien vinden. Ik ga ze aan de experts vragen hoe dat zit. Hallo. Hallo. Ben jij de expert? Vertel me maar, wat wil je weten? Nou, ik wil een gerechtje maken met aardbeien, maar ik kan het helemaal nergens vinden. Ja, maar aardbeien is een seizoensproduct. Huh? Een seizoensproduct? Ja, die groeit alleen in de zomer. Oh. Als je meer over seizoensproducten wil weten, Marcel is daar achter in de moestuin aan het werk. Kun je even gaan kijken. Oké, bedankt. Hallo. Ben jij Marcel? Ja, ik ben Marcel. Als het goed is, kan je me meer vertellen over seizoensproducten. Dat kan ik, want we zitten nu net na de winter, het is bijna lente. En dan hebben we in het seizoen, bijvoorbeeld hier, spruitjes. Een echt seizoensproduct. Dus als je nou een aardbeientaart wilt maken, kun je misschien beter een spruitentaart maken. Oké. Okay. Wil je er eentje proeven? Is goed. Nou, kijk. Een echt seizoensproduct. Dankjewel. En weet je wat nou het mooie is van spruiten? Ze worden geplant in mei. Als een heel klein plantje. En groeien dan de hele zomer. Tot na de winter. En dan zit er in het bolletje. Zit boordevol met vitamintjes. Dus aardbeien kan ik pas in de zomer kopen? Ja, dat klopt. Maar wat doen jullie dan met deze producten? Nou, deze producten, die gaan we even kijken weer bij Yvonne in de loods. Zij is de producten in het pakken. Oké. Okay. Ik weet nu eindelijk wat seizoensproducten zijn. Maar wat doen jullie daar nou mee? Nou, wij doen, iedere week doen we 4 verschillende soorten seizoensproducten doen we in een verfkratje. En die brengen we naar de mensen toe. Zou je ook een verfkratje willen? Ja, is goed. Kool in, wortelen, witlof, kijk, dit vers kratje voor jou. Tot de volgende keer. Oh jee. Ben ik nou niet knap geworden? Juffrouw Sanne, Juffrouw Sanne, Juffrouw Sanne, Juffrouw Sanne, Juffrouw Sanne. Heel goed, juffrouw Sanne. Een mooie tijd en een mooie score. Ze legde het parcours af in 29 seconden en 64 honderdste. Daar gaan 19 bonusseconden vanaf en dat zorgt ervoor dat juffrouw Sanne op een mooie 4e plaats terechtkomt in ons klassement. Nog altijd aan kop, meester Bram uit Kerkrade. De meester of juffrouw die aan het einde van dit schooljaar de snelste is, die wint een uitstapje voor de hele klas naar Limburgs Uitje in Zevenum.
inclusief een gezonde barbecue aangeboden door AZ Barbecue. Tijd voor onze wekelijkse rebus. Kijk goed naar de plaatjes en de bijbehorende aanwijzingen. En weet jij het goede antwoord? Stuur het dan samen met je naam, leeftijd en woonplaats naar onderstaand mailadres. De winnaar maken we binnenkort bekend in onze uitzending en is eregast op de Kerngezond afsluitdag aan het einde van dit schooljaar. En dit is de goede oplossing van de opgave van 2 weken geleden. Op het eerste plaatje zie je een mes, zonder de M en met een TA erachter krijg je ESTA. Op het volgende plaatje draait dit om het zand. Maak je van de Z een V en van de D een A, dan krijg je VANA. Dan een pot, waarvan de laatste letter een L wordt en dus krijg je POL. En het laatste plaatje is een mand, zonder de laatste letter wordt dat MAN. En alle letters samen vormen de naam van handbalster Estevana Polman. De jury heeft onder alle inzenders de winnaar uitgeloot en die staat nu onder in beeld. Van harte gefeliciteerd. Daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze Kerngezond TV. Denk nog even aan het gratis abonnee worden. Onder in beeld staat precies hoe dat werkt. En natuurlijk kunnen jullie nog steeds het goede antwoord op de rebus insturen voor het winnen van mooie prijzen. Ik bedank jullie voor het kijken. Het is tijd voor een lekker tartaartje van mij. Tot de volgende keer. Hoi!